Ik ben benieuwd of Pixie dit aan kan. Het moet als eerst tegen Tangela. Ik ben benieuwd welk level deze Pokémon van Erica zijn. Ik verwacht level 34, 35 eigenlijk toch wel. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan weer verder met onze Nuzlocke Challenge in Pokémon Let's Go Eevee. We zijn ondertussen aangekomen bij de gym van Erica. Een gym met Grass-type Pokémon en ik ben echt benieuwd of we dit kunnen gaan fixen. We moeten een schattige Pokémon laten zien. Is Eevee? Vind je Eevee schattig? Ja, Eevee vind je super schattig. Dus ik mag nu naar binnen van deze chick. Nice. Nou, daar gaan we. Mijn Eevee kent nu nog een Fire-type move, maar ik ga proberen vooral gebruik te maken van mijn Ninetales. Ik ga natuurlijk met alle trainsters vechten, want ik wil wel dat mijn Pokémon flink getraind worden, omdat ik dus niet zo heel veel Pokémon mag vangen in deze Let's Go Eevee Challenge. Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge dan natuurlijk. We krijgen als eerste te maken met een Oddish. En daar is die. Pixie, onze fantastische Ninetales. Oddish is level 28, wij zijn level 29. Wij doen een flamethrower op zijn hoofd en dat is een one-hit KO. Kijk, dit begint lekker. Dit is natuurlijk niet zo heel veel XP wat we krijgen van een Oddish. Ik ben vooral benieuwd als we straks bijvoorbeeld een Gloom moeten gaan battelen, wat er gaat gebeuren. Moet even dit plantje weghalen. Hoppa. En dan moeten we, volgens mij, moeten we deze kant op? We hoeven niet deze kant op, maar ik ga wel deze kant op omdat ik wil battelen. En deze chick zegt dat ze zich verveelt. Dus dat komt goed uit. Je hebt ook één Pokémon en die ene Pokémon is een Execute. Oftewel een aantal eieren waarvan de aantal ook wel kapot zijn en barsten in zitten. Eigenlijk zijn ze allemaal een beetje gebarsten. Ik gooi natuurlijk weer een flamethrower. We moeten nu tegen een level 29 Pokémon. Dus één leveltje hoger. En hoppa, lekker man. Ik begin steeds meer te vertrouwen op mijn Fire-type moves van Ninetales. Queen groeit ondertussen naar level 28. Queen moeten we nog best wel veel trainen. Dat is onze Nidoqueen. Excuses, dat is onze Nidorina die we in een Nidoqueen willen gaan evolueren. Maar dat gaat nog heel lang duren. Omdat ik de ultieme moves van Nidorina nog niet ken. En die wil ik natuurlijk wel. Ik ben benieuwd of Ninetales gewoon deze hele gym kan fixen, man. We moeten nu tegen een Gloom. En daar is Ninetales. We gooien er een flamethrower op natuurlijk, zoals altijd. De enige move eigenlijk die we gebruiken met deze Ninetales tot nu toe. Bam! En ook Gloom. One-shotten we gewoon. Oh! Ja, ja, deze Ninetales die kan wel wat, jongens. Die Ninetales die gaat heerlijk, man. Op naar de volgende trainster. Beauty Tamia, die heeft twee Pokémon. Waarvan de eerste een Oddish is. Die Oddish gaan we sowieso ook one-shotten. Dat hebben we net natuurlijk ook met de andere Oddish gedaan. Kablam, als we zelfs Gloom one-shotten, dan moet Oddish helemaal geen probleem zijn. 154 XP en een Weeping Bell. Oké, ik ben benieuwd naar je Weeping Bell. Even een flamethrower erbovenop, gaan we kijken of een Weeping Bell dit wel overleeft. Nee hoor, nee. Ook Weeping Bell overleeft de flamethrower van mijn Ninetales niet. Eevee groeit ondertussen naar level 30. En we gaan door, we gaan lekker. Zoals ze dat in Brabant volgens mij zeggen, toch? Dan lopen wij hier achterlangs, dan zien we hier Erica, de gymleader van deze gym. Gaan we door en dan denk ik dat we nog 2 of 3 trainertjes moeten gaan verslaan. En dat is wel goed, want dan zijn we misschien toch een level hoger straks als we aankomen bij Erica. Want ik verwacht wel dat Erica's Pokémon wat hoger van level zijn. En daarvoor moeten we dus deze Gloom verslaan. Gloom is een Pokémon die vreselijk stinkt. Kwel loopt ook uit zijn mond en dat is niet te harde. Dus we moeten maar snel afscheid nemen van deze Gloom. Oh, kijk, nu one-shotten we hem niet. We krijgen nu een Acid op onze bakkes. Die kunnen we prima overleven. En dan kunnen we dit wel afmaken met een Fire Spin, denk ik. Om maar even een andere aanval te gebruiken. Hoppa, super effective. Bye bye Gloom. 333 XP erbij. Dan gaan we nu deze kant op. En dan naar... Ik ben benieuwd. Deze trainster is waarschijnlijk beter dan alle andere trainsters die in deze gym staan. Ace Trainer Mary. Ja, die Ace Trainers zijn altijd wat sterker. Ze begint met een Weeping Bell. Ik denk dat zij misschien de eerste trainster is die echt voor problemen kan zorgen voor mijn Ninetales hier. Weeping Bell is level 31. Ik ben gelukkig wel sneller dan Weeping Bell. Ik verwacht wel dat ik meer dan de helft damage doe. Oh, kijk. Oké. Gewoon one-shot die Weeping Bell. Nice hoor, Ninetales. Steenkop groeit ondertussen naar level 28. Ik denk dat ik Steenkop trouwens Facade ga leren. De move waar we in de vorige aflevering zoveel problemen mee hadden toen we een coach trainer moesten gaan battelen. Trouwens, deze Tangela is wel even 3 levels hoger dan mijn Ninetales. Dus ik hoop dat het goed gaat. Oké, ook gewoon shot. Die flamethrower is OP blijkbaar. Beach Boy Krabby groeit naar level 28 en Sky groeit naar level 29. En dan gaan we toch wel lekker. En kijk eens jongens, Beach Boy gaat gewoon evolueren nu hè. Onze Krabby gaat evolueren naar een Kingler en daar ben ik super blij mee. Want dan wordt hij gewoon nog veel sterker in defense. Kijk, daar is die. Kingler!
Ik vind het wel tof hoe hij een soort van kroontje op zijn kop heeft. Als een echte koning. Super nice. En zijn linkerklauw die hij heeft, die is echt super sterk blijkbaar. Alleen hij is wel een beetje te zwaar eigenlijk voor Kingler. Oké, en door. We gaan lekker, er zit een goed tempo in deze video. We gaan keihard. Ik hoop dat we hier nog even kunnen levelen met onze Ninetales door haar Pokémon te verslaan. Laatst, Lina, die heeft er in ieder geval 3. En de eerste is een Bellsprout. Daar krijgen we maximaal, denk ik, 130 XP voor of zo. Kablam. Flamethrower er bovenop. Hoppakee. Doei, Bellsprout. Dan heeft ze er nog één voor ons. Doet me denken aan Spruitje. Spruitje, onze Weepinbell die nu op de bank zit of in de computer zit, hoe je het wil zien. We hadden een Weepinbell in onze team. Die gebruiken we helaas niet meer. Die hebben we best wel een tijdje gebruikt, maar nu niet meer. En Pixie groeit naar level 30. Dat is lekker. En nog eventjes snel voor die battle met Erica natuurlijk. En dan ja, nog een keer een Bellsproutje. Ondertussen hebben we al 11 flamethrowers gebruikt. Dus we moeten even kijken of we straks een itempje hebben waarmee we die flamethrower PP kunnen herstellen. Ik denk dat we die nog wel hebben. Inderdaad, we hebben nog 2 elixirs. En die gebruiken we natuurlijk dan op Pixie. Dan, volgens mij moest ik dit bosje hebben. Maar ik weet niet meer zeker. Hier raak ik altijd in de war welk bosje we moeten hebben. Ik denk dat we hier in ieder geval dit bosje ook moeten hebben. En volgens mij gaan we dan goed. Volgens mij zijn we dan aangekomen bij Erica. Yes, daar is ze. Erica. En dan ga ik sowieso toch nog maar even een super potion gebruiken. Zodat de Pixie helemaal vol is qua HP. We zullen het nodig hebben, want een gym leader versla je natuurlijk niet zomaar. Ik vind haar wel zo heerlijk zweverig. Ze praat gewoon over het mooie weer en ze valt heel casual in slaap. En dan, ik viel even in slaap. Misschien wil je battelen. Oh, nu zegt ze pas welkom. Welkom, mijn naam is Erica en ik ben de gym leader van de Celadon City Gym. En zij is student bloemschikken. Ze gebruikt grastype Pokémon. En we gaan haar uitdagen. Ik ben benieuwd of Pixie dit aan kan. We moeten als eerst tegen Tangela. Ik ben benieuwd welk level deze Pokémon van Erica zijn. Ik verwacht level 34, 35 eigenlijk toch wel. Level 33 Tangela. Nou, dat moet denk ik wel lukken. We hebben net natuurlijk ook al een Tangela verslagen. Dus ik denk dat dit wel gaat lukken. Kijk, one shot. Lekker. Ja, dit begint goed. 417 XP erbij. Op naar de volgende. Een Weepinbell. Tegen Weepinbells hebben we het tot nu toe ook heel goed gedaan. Die one-shotten we ook allemaal. Dus ik ben benieuwd. Weepinbell, gaan we die one-shotten? Het zou lekker zijn, want hierna moeten we natuurlijk tegen een Fireplume. Kijk, hoppa. Weepinbell ge-one-shot. Nice. Pixie, Ninetales, je bent een dikke aanwinst voor ons team. Ik ben super blij met je en ik hou je in ons team. Dat moet wel. Kijk hoe goed Pixie is. Die gaan we niet one-shotten. Ik hoop wel dat wij sneller zijn. Wij zijn sneller dan Fireplume. We zijn sneller dan Fireplume. En we... Ja. We maken ook de helft van haar HP kapot. Hij doet wel een Mega Drain nu. Dan ben ik benieuwd of wij nog steeds kunnen winnen als wij... Ja, dit gaat lukken. Dit gaat lukken. Fireplume krijgt namelijk niet superveel HP terug van mijn Pixie. En met deze Flamethrower moeten we dit kunnen fixen. Bam. Nieuwe Gym Badge in de pocket. Zo doen we dat. Zo doen we dat. En Pixie, man, alleen maar liefde voor Pixie. Mag ik wat liefde voor Pixie hieronder in de comments, jongens? Want, man, wat gaat dit makkelijk met deze Pokémon, met deze Ninetales. Het is ongelofelijk. We krijgen nu de Rainbow Badge van Erica. Bam! Ja, Eevee geeft een soort van high five, maar Eevee heeft werkelijk helemaal niks gedaan. De Rainbow Badge zorgt ervoor dat Pokémon tot level 50 mogen gehoorzamen. Ook die we hebben ontvangen van andere trainers. Dus Pokémon die we geruild hebben. En we krijgen nog wat van er, namelijk Mega Drain. En daar ben ik blij mee. Daar ben ik heel blij mee. Ik ben benieuwd of een van mijn Pokémon Mega Drain kan gebruiken. Want we hebben natuurlijk geen Grass-type Pokémon meer in ons team. Maar laten we eens even gaan kijken. De TM case. En dan hebben we hier Mega Drain. Nee, ja. Oh, dit is jammer. Hebben we zo'n goede TM gekregen? En dan kan niemand hem leren. Wat ik wel ga leren aan een Pokémon is Facade. En die ga ik dus leren aan Steenkop. Steenkop heeft een hele hoge defense. Steenkop zou zomaar een Pokémon kunnen zijn die gepoisoned wordt. En die dat dan ook kan hebben. Die dat kan verdragen. Die komt in de plaats van Sand Attack. Want Sand Attack is een move die gebruik ik toch eigenlijk nooit. Daar heb ik gewoon geen tijd voor. Dus Graveler, die leert Facade. Als je wil weten wat Facade doet en hoe die voor problemen kan zorgen, check dan sowieso even de vorige aflevering. Daar battelden we een trainer die move gebruikte. En dat was echt drama. Dat was echt zo moeilijk. Nidorina was bijna gesneuveld. Ik moet even met mijn controle schudden blijkbaar. Kijk, Eevee die heeft het... die heeft het onwijs naar zijn zin. Oh, heb ik dit nog nooit gedaan? Ik heb dit nog nooit gedaan. Nou, Eevee. Ja, dit ging eigenlijk super makkelijk. En hieruit blijkt ook dat het eigenlijk niet nodig is voor mijn Eevee om nog een Fire-type move te kennen. Want Ninetales
verklaart alles met Fire-type moves. Die kan dat. Dus we gaan even terug naar het Pokécenter, omdat daar een trainer staat die mijn Eevee een Dark-type move kan leren. En Dark-type moves zijn super handig als we straks naar de volgende gym moeten. Althans, als dat ook onze volgende gym wordt. De gym van Sabrina, Psychic-type Pokémon. Baddie Bad is namelijk een Dark-type move en die is super effectief tegen Psychic moves. En we hebben niet zoveel goede counters tegen Psychic type Pokémon. Dus ik ga Sizzly Slide hier weghalen. Hoe goed die move ook is, want hij is super nice. Maar we gaan dan toch voor Baddie Bad. Wat we nu moeten gaan doen is naar de Game Corner. En dat is hier. Als we hier naar binnen gaan, zien we namelijk hier iemand die deze poster aan het beschermen is. Hij zegt, nee, er is geen geheimpje hier achter deze poster. En mijn partner, hij komt hier. Hij staat nog in Lavender Town. Oh, wacht even. Moeten we eerst terug naar Lavender Town? Ik ben iets vergeten in Lavender Town. Moet ik dan toch eerst de toren in? Ik denk dat dat het ding is. Nou, dan gaan we terug naar Lavender Town. Oh, ik mag niet... Ik mag er natuurlijk niet doorheen. Ik moet als een echte gangster door de underground. Oh, hier ligt nog een item. Een Max Repel, wat we nooit gaan gebruiken. Misschien is het trouwens leuk om even Beach Boy achter me aan te laten lopen. Want die is natuurlijk ook geëvalueerd. Wow, die is super groot. Kijk hoe groot Kingler is. What? Kijk hem gaan. Kingler is gewoon groter dan ikzelf. Wauw. Super tof. Ik ben benieuwd hoe dat er in de overworld uitziet. Kijk hem gaan, Kingler. Wow. Oh, Kingler die had daar iets gevonden. Ik negeer Kingler. Ik was al naar beneden gesprongen. Terwijl we wel even uitkijken dat die gasten ons hier niet zien. Die gamblers. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Maar als wij gewoon hier gelijk naar beneden gaan. Helemaal beneden langs. Ja, precies. Dit gaat wel goed. Die gamblers, die moeten je echt niet zien. Die slopen je Pokémon. Anyway, ik denk dat we hier dan nog even de toren in moeten. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je meer van dit soort toffe video's wil zien. En wil je mijn live zien streamen, volg me op twitch.tv/rickatchu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!